Als je van een object wat dunwandig is, zoals bijvoorbeeld een bierflesje, een afgieting zou willen maken, die dus ook weer dunwandig is, dan kan je dat doen door middel van rotatiegieten. En bij rotatiegieten moet je, zoals de naam al doet vermoeden, het object roteren tijdens het gieten, of eigenlijk na het gieten, en dan roteren tijdens het uitharden. Om dat makkelijker te maken, ga ik vandaag een rotocaster bouwen. Voor mijn gevoel is het echt een eeuw geleden dat ik iets met gewoon handgereedschap, met een zaag bijvoorbeeld, gedaan heb. Voor mijn gevoel ben ik alleen maar aan het frezen de laatste tijd. Maar dit is ook wel eens leuk. En het zijn maar twee zaagsnedes. In zijn geheel. Nou zit dit allemaal aan elkaar vast, dus ik moet hier dit even lossnijden. Dit is nog maar een dun laagje, kijk. Er zit niet zoveel. En dan gaan we met de bovenfrees en de freestafel ga ik het allemaal even schoonfrezen. Ik had al een beetje zitten puzzelen en er zijn een aantal dingen die nu moeten gebeuren. Als eerste moeten we hier nog een extra gat in gaan boren. De kleine gaten waar straks de schroeven doorheen gaan. Dat wilde ik niet met de frees doen, want dat was weer een extra wissel. Dat is eigenlijk een slechte excuus, want dat moest nu ook. Maar ik had in ieder geval besloten om met de frees alleen de centen gaatjes te doen. Dus die moeten we nu even 4 mm boren. Ik heb deze boormachine net nieuw en ik ben er best wel tevreden over. En ik heb er ook een review, of overview eigenlijk meer, van gemaakt. En die video kan je dus hier vinden. Dus, mocht je op zoek zijn naar een nieuwe kolomboor, check dan zeker even die video. Want hij heeft wel een aantal coole features. Dat past mooi. Dat is precies waar ik naar op zoek was. Dat het gewoon strak vast zit zonder dat je het echt vast hoeft te zetten. Ik kan er natuurlijk nog vanaf hier een schroef in draaien of eventueel lijmen. Maar het zit gewoon vast. Dus ja. Als je al heel lang abonnee op mijn kanaal bent, dan heb je waarschijnlijk mijn watchwinder gezien. Een gyroscoop met ringen die in elkaar draaien. En daar is de buitenste ring aangedreven. En de twee ringen daarbinnenin niet. Die hangen gewoon in lagers en die kunnen dus vrij bewegen. Superleuk. Maar hier willen we iets meer controle daarover. Deze ring gaan we aandrijven. Autolijstje. En deze, die komt daarin. En die willen we ook aandrijven. Dus daarvoor heb ik deze tandwieltjes geprint. Komt straks. En die maakt dus dat als deze ronddraait, dat deze zo ronddraait. Dat is geen 1-op-1 verhouding. Dat is iets daarvan af. Dat elk rondje net weer een beetje anders is dan het rondje daarvoor. Die hebben we. En ik ga met die ringen beginnen. Dit zijn mijn twee draaipunten voor deze. Hier komt het losse draaipunt en hier komt het aangedreven draaipunt. Kijk, hier zit een bout in, of tenminste ik had geen bout, maar wel een draadeind met een vastgelijmde moer. Die kan nu daar. En dan gaan we die gebruiken om hem aan te drijven straks. Daar gaan we de middelste mee aandrijven. En dan kunnen we dit allemaal vastzetten.
Zo. En daar leggen we deze omheen. Zo. Dat is hem dan. Kijk, als ik nou hier aan draai, dan draait die mee en draait het hele geheel mooi rond. Nou is dit natuurlijk niet zo heel spannend. Hier moet natuurlijk een mal in gaan komen. Bijvoorbeeld deze, die ik voor een andere video van Silicon Sun More gemaakt heb. Als je die wil zien, kijk even de link hier of kijk de link aan het einde van deze video. Maar deze moet natuurlijk hierin vast gaan komen. Hoe gaan we dat doen? Nou, ik heb om dat te doen, kijk, komt hij zo mooi uit. Zo komt hij mooi uit. Heb ik allemaal gaten rondom gemaakt. Geen enkele mal is hetzelfde en elke gebruiker die van dit ding zal hem anders willen gebruiken. Dus ik heb allemaal gaten gemaakt waar je van alles mee kan doen. Je kan hier stevig elastiek doorheen doen. Je kan er een soort van netje aanmaken waar je mallen tussen klemt. Of, zoals ik nu ga doen, ik ga twee houten latjes maken die van hier naar daar gaan. Daar ga ik de mal aan vastmaken, zodat die mooi in het midden zit. Dus met die gaten kun je eigenlijk van alles doen. Deze video is gesponsord door Silicon Sun More. En Silicon Sun More is mijn leverancier voor alles wat met gieten te maken heeft. Gietaars, polyurethaan, epoxy, siliconen en meer. En op hun kanaal heb ik een hele reeks tutorials gemaakt met allemaal verschillende dingen. Hoe je een eenzijdige mal maakt, hoe je een tweezijdige mal maakt. Het verschil tussen additie en condensatie siliconen. En nu dus ook een video over hoe je kan rotatie gieten. Daarvoor had ik deze machine nodig. Dus die hebben we gebouwd. En nu kunnen we dus op dat kanaal, ga ik je laten zien hoe ik de mal maak en hoe we ermee gaan gieten. Laten we snel gaan kijken.